in de nacht. Moest allemaal heel stiekem. En er werd zelfs gewoon allemaal een soort van een doek in mijn mond gepropt. Zodat ik niet ging huilen of niet ging gillen. Hi guys, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Spot On. Het platform voor vrouwen door vrouwen. Vandaag zit ik met een hele mooie en inspirerende gast. Namelijk Malika Saima. Zit ze weer. Super fijn. Ja, mensen kunnen jou kennen van jouw YouTube-kanaal en van je Instagram-pagina, van je eigen bedrijven. Je bent de vrouw van ook. maar wat mensen misschien niet van jou weten, is dat jij als 8-jarig meisje bent gevlucht uit Tsjetsjenië. En daar willen we het graag vandaag over gaan hebben. Namelijk, hoe integreer je in een nieuwe samenleving? Hoe was jouw leven voor de oorlog? Hoe zag dat eruit? Voor de oorlog, ja, ons leven was eigenlijk goed. Dus we hadden veel familieleden nog, die nog leefden voor de oorlog. Zoals mijn vader. En ja, mijn vader had een goed bedrijf, mijn moeder had een goed bedrijf. Dus het was allemaal gewoon goed. We kwamen niks tekort, laat ik het zo zeggen. En toen brak de oorlog uit. Over welke oorlog gaat het? Kan je daar iets over vertellen? Welk jaar was dat? Of? Ja, in 1999 brak de oorlog uit, waar we het eigenlijk nu over hebben. Mm-hmm. Het ging tussen de Tsjetsjenen en de Russen. Hoe wisten jullie dat het oorlog was? Waar merkte je dat aan? Werd er letterlijk geschoten of hoe zag het eruit? We zaten buiten te spelen en toen zagen wij, tenminste wat ik nog me kan herinneren is, dat ik echt op afstand zag ik gewoon echt zo'n tank aankomen. Eigenlijk meerdere tanks en ik zag soldaten aankomen echt in onze straat in. En ze liepen gewoon en ik weet nog heel goed dat één soldaat, die kwam zeg maar een soort van naar ons toe en die ging zo bukken en ging zijn veter strikken. En dat beeld vergeet ik nooit meer en wij stonden echt zo van wat is hier aan de hand. En toen gingen ze eigenlijk langs alle huizen mensen soort van waarschuwen. Er komt oorlog. De dag daarna dat ik zeg maar, ik weet nog heel goed, ik stond zo uit het raam naar buiten te kijken en toen kwamen straaljagers binnen. En dat vergeet ik nooit meer. Ja, en toen hoorde je van alles en nog wat. Ja? Geschreeuw, gegeel en ja. En die straaljagers vlogen die over of hadden die ook bommen? Ja, die gingen ook bombarderen. Dus ja. En vanaf dat moment, ja, er was gewoon chaos. Wisten je ouders gelijk wat te doen? Ik weet nog heel goed dat ik moest op de grond gaan liggen. En mensen wisten niet wat ze moesten doen. En uiteindelijk, ja, op dat moment weet je niet, moet je uit huis, moet je binnen blijven? Waar moet je heen, waar moet je naartoe? Ja. En onze buurvrouw, ik weet nog heel goed dat wij dus op een gegeven moment, ja, na een week of zo gingen wij onder de kelder bij onze buurvrouw. Die had een hele grote kelder. En en vanaf dat moment hebben we eigenlijk daar gewoond. Ja. Ja. Hoe was het leven in zo'n kelder? Ja, heftig. Ja, ik heb het echt gewoon traumatisch ervaren, zeg maar. Ik weet nog zelfs dat bij ons in de kelder zelfs twee vrouwen kwamen te overlijden. Dus dat was echt heftig. Ja, koud, het stonk, donker, wat ik me nog kan herinneren. En ja, we zaten met heel veel mensen. Mannen die waren er niet, die gingen juist meevechten. Ja, en af en toe ja, kreeg je eten. Dus en dat moest je maar surviven of leven. Ja. Hoe lang eigenlijk hebben jullie daar uiteindelijk gezeten? Ik denk 1,5 tot 2 jaar. Nou ja, er is een moment geweest dat jullie zijn gevlucht. Ja. Waarom was dat? Op een gegeven moment ga je mensen verliezen. Op een gegeven moment zie je iedereen over je heen, zeg maar, een soort van doodgaan. En op een gegeven moment, ik weet nog heel goed, iemand deed de kelder open van nu eruit. We gaan het land uit, wij nemen jullie mee. En zo zijn we eigenlijk in de nacht. Moest allemaal heel stiekem. En er werd zelfs gewoon allemaal een soort van een doek in mijn mond gepropt. Zodat ik niet ging huilen of niet ging gillen. En ja, ik werd gewoon gedragen, ogen dicht. Dus zo zijn we eigenlijk, nadat we de grens uit waren, zeg maar, het land uit. Ja, toen gingen we vrachtwagens in. En ja, iedereen ging een beetje zijn eigen kant op. Ik wist niet waar ik was. Ik wist niet wat Nederland was, wat Europa was. Ik wist echt niet waar ik was. Dus ik wist alleen dat ik zeg maar naar huis wilde. Ja. En mijn vrienden terug wilde. Mijn eigen buurt. Maar ja, dat kon niet. Ja, het is echt een heel heftig verhaal. We gaan het er zo even verder over hebben. Want jullie zijn inderdaad naar Nederland gevlucht, hier terechtgekomen. En ik ben heel benieuwd hoe het voor jou was om dan in een nieuwe samenleving je draai ook te vinden. Ja. We gaan eerst naar de biecht, waar we het hebben over integreren in een nieuwe samenleving. Wat was je allereerste indruk van Nederland? Ik kwam terecht in Ermelo, in een heel klein dorpje. Dus mijn eerste indruk was, waar zijn alle mensen en wat is het hier saai? Ik kom uit Azerbeidzjan, voormalig Sovjet-Unie. En dat is sinds de jaren 90 een onafhankelijk land.
En ik kom uit de hoofdstad Baku. En Baku is nou zeker wel 2-3 keer zo groot als Amsterdam. En als je daar vandaan in een klein dorpje Ermelo terechtkomt, is dat echt wel even een shock. Vluchtelingen moeten dubbel zo hard werken voor een plek in de samenleving. Oneens. Ik denk dat je altijd hard moet werken voor hetgeen wat je wil bereiken. En ik denk dat achtergrond, religie, land van afkomst niet zoveel uitmaakt. Ik was 9 toen ik naar Nederland verhuisde, samen met mijn moeder. Voor mijn geluk heeft mijn moeder haar ouders achtergelaten en is naar Nederland verhuisd. Zodat ik een goede toekomst zou hebben. Ik werk wel dubbel zo hard, 2 keer zo hard om haar terug te geven wat ze voor mij heeft gedaan. Ja. Ja. De echte Nederlander bestaat niet. Zeker wel. Oneens. Ja, zeker wel. De echte Nederlander bestaat. Die eet om 6 uur. En die drinkt om 8 uur koffie. En die kijkt het journaal en die gaat dan naar bed. Ja, die bestaat zeker. Ja, dat is echt wel een ding waar ik in het begin heel veel moeite in had. Dat geprogrammeerde leven hier in Nederland. Het was in het begin echt pittig. Maar ik weet nog wel dat ik naar school ging, naar de basisschool. En mijn stiefvader had de basisschool gebeld en die had gezegd, als zij Nederlands gaat praten, of Engels gaat praten, want ik had Engels geleerd daar om mezelf te redden, moeten jullie niet terugpraten. En dus ik kwam op school en niemand zei wat terug in het Engels. Ik dacht, waar ben ik nou weer beland? Maar dat had hij gedaan zodat ik zo snel mogelijk de taal ging leren. Zo snel mogelijk mezelf ging redden in het Nederlands. Maar daardoor heb ik wel binnen 8 maanden de taal geleerd en grammaticaal ook op orde. We hebben eerder een video gemaakt met Malika over de vooroordelen die ze naar de hoofd geslingerd krijgt als voetbalvrouw. Wil je die video zien? Klik dan hier. Weet jij nog de eerste indruk van Nederland toen je hier aankwam? Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was zeg maar in Miel. Toen kwamen we terecht in een opvangcentrum in een OC. En ik zat zo echt, ik weet nog heel goed, achter mijn moeder verstopt. Toen zag ik zoveel, zeg maar, verschillende huidskleuren, verschillende haarkleuren, dat ik echt dacht van, bestaat dit? Nee, dat ja. Heb je nog nooit gezien. Nee, want dat komt gewoon omdat, ja, bij ons, ik kwam zeg maar nooit, op een gegeven moment, we gingen wel eens naar Rusland, maar dan nog, het was vroeger toch anders bij ons, zeg maar. En op tv had je, ja, wel zenders, maar geen zenders dat je echt zo internationaal tv kon kijken, zeg maar. Nee. Hoe is het leven in een asielzoekerscentrum? In een AZC, dat is niet leuk. Ja, dat is echt, dat is zeker niet leuk. Voor een kind niet, voor een volwassene al helemaal niet. Ja, ik heb met mijn moeder in verschillende AZC's gewoond. Maar in ieder AZC hebben we gewoon 1 slaapkamer gehad. Het was echt super klein altijd. En daar deed je alles in eigenlijk. Dat was je woonkamer, je slaapkamer, je eetkamer, alles in 1. Op 1 verdieping worden bijvoorbeeld 10 gezinnen. Soms moest je echt wachten om te koken. Of naar de wc te gaan of naar de douche te gaan. En zo hebben we 4-5 jaar gewoond. Dus het feit dat je met heel veel mensen samenwoont, dat maakt het zwaar ook? Ja, dat maakt het zwaar, want onderling komen op een gegeven moment ruzies. Je verstaat elkaar niet, want je spreekt de taal amper. Hoe was het om de taal onder de knie te krijgen? Oh, hou op. Ik krijg nog steeds dagelijks van, je spreekt echt niet goed Nederlands. Dat meen je niet. Ja, echt dagelijks onder mijn vlogs. Ja, maar kijk, aan de ene kant, ik snap het wel. Ik heb een accent en dat zou ik altijd behouden. Maar het was voor mij, zeg maar, in het begin vond ik heel leuk om de Nederlandse taal te leren. Maar op een gegeven moment, wanneer mensen mij, mijn klasgenoten mij begonnen te pesten. Ja, op een gegeven moment, klap je dicht. En dan durf je gewoon niet meer. Dus je bent en blijft een asielzoeker. Dus je bent iets minder, zeg maar, dan de rest. Ja. Ik wilde op een gegeven moment niet meer naar school. Ik zei toch, moeder, ik ga niet meer naar school. Ik ga wachten totdat wij teruggaan. Nee, je moet gewoon naar school. Het is niet echt een warm welkom. Nee, absoluut niet. Het is goed gekomen. Ja, uiteindelijk is het goed gekomen. Ik heb mijn diploma gehaald. Ja, dat is heel goed. Is er een gewoonte of een traditie die in Tsjetsjenië heel normaal was en waar je dus hier vanaf moest komen, bijvoorbeeld? Dat is bijvoorbeeld opstaan voor als ouderen binnenkomen. Dus dat was bij mij. Ja, laat ik het zo zeggen. Bij ons, je wordt zo erg opgevoed. Vooral dat is echt bij ons echt heel streng. Van als een ouder iemand binnenkomt, maakt niet uit. Dan komt diegene binnen en gaat naar buiten. Weer komt hij weer, moet je weer opstaan. Je moet continu opstaan als diegene binnenkomt. Uit respect, voor een ouder iemand. Al is het zeg maar mijn ouderzus, mijn tante, mijn vriendin die ouder is. En dat was echt heftig om dat af te leren. Want op een gegeven moment, als mijn docent binnenkwam, stond ik op. En hij probeerde dus in het begin me uit te leggen van, Malika, je hoeft niet op te staan, weet je, dat doen we hier niet. Maar ik begreep hem niet, dus ik bleef het doen. Totdat hij een keer naar me toe kwam en echt zo mijn schouder zo naar beneden drukte en zei van,
blijf zitten. Oh, en ik zei, oké. Ja, en op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder van, ja, ik ben eigenlijk de enige die dat doet. Ja. Toen zei mijn moeder, ja, dat doen ze hier blijkbaar niet. Je hoeft het niet te doen. Nee. Waar ben je nou echt tegenaan gelopen als het gaat om het integreren in een nieuwe samenleving? Ja, je wordt gewoon niet begrepen. Je wordt niet begrepen van waarom je hier bent. Je wordt gewoon als minderwaardig gezien. En dat vond ik wel echt altijd. Dat heeft wel heel veel impact op mij gehad. Maar dat is wel nu, zeg maar, de persoon wie ik ben gevormd, zeg maar. Nu weet ik gewoon dat ik iedereen met heel veel liefde moet behandelen. Kijk, heel veel mensen wisten van mij niet dat ik in een AZC woonde. Op een gegeven moment, ik sprak het ook niet uit, omdat het voor mij echt heel gevoelig was. Mm. En ik had altijd het gevoel van, als ik zeg dat ik in een AZC heb gewoond, dat mensen anders naar mij gaan kijken. Ik spreek het nu liever uit, zodat mensen gewoon weten dat ook de asielzoekers of mensen die in een AZC wonen, dat die ook gewoon een leven hebben zoals iedereen heeft, snap je? Voelde jij je welkom toen je in Nederland aankwam? Nee, er gebeurde te veel. Ja, het was allemaal echt too much dat ik. Nee, de enige wat ik als kind zijnde wilde is mijn vrienden terug. Mm. Mijn eigen omgeving terug. Ja, ja. Daar voelde ik me het meest veilig, terwijl het eigenlijk niet veilig was, zeg maar. Denk je dat dat nu anders is voor mensen die nu naar Nederland komen? Nee, ik denk dat het juist nu nog erger is. Mm. In mijn tijd, ja, werden de AZC's meer geaccepteerd. Dus ik denk dat het destijds wel, dat je destijds wel sneller welkom zou voelen dan nu. Omdat ja, nu hoor je van alles en nog wat over de vluchtelingen. Ze hebben liever dat de AZC's dichtgaan, omdat mensen er last van hebben. Dus ik denk dat vooral mensen die nu in een AZC terugkomen, dat die zeg maar, zichzelf echt niet welkom voelen. Wat zijn de meeste vooroordelen die je hebt gehoord over mensen die in een AZC hebben gewoond? Dat die mensen zomaar hier komen om geluk te zoeken. Hmm. Ik denk dat niemand, als die zich ergens veilig voelt en gelukkig is, dat niemand gaat vluchten naar een ander land. Dat denk ik echt niet. Het heeft niks met Europa te maken. Maar dat wordt wel om je heen, wordt dat heel vaak gezegd. Kan jij zeggen dat je je nu 100% thuis voelt in de Nederlandse samenleving? Ja. Jawel. Jawel. Ja, ik moest er echt even over nadenken. Nee, ik voel me gewoon goed hier. Ja. Prima. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik voel me thuis. Heb je nog wel eens het gevoel dat je anders bent door wat je hebt meegemaakt? Ik heb wel altijd ervaren dat ik op een of andere manier heel sterk in mijn schoenen sta, zeg maar. Maar ik denk dat het juist komt door de dingen die ik heb meegemaakt. Ja. Is er nog iets waarvan jij vindt dat mensen moeten weten over asielzoekers of vluchtelingen? Ja, dat die mensen, zeg maar, dat ze wat serieuzer genomen moeten worden, zeg maar. Want dat zijn ook gewoon mensen. En ik denk, geloof me, als er één dag ooit aankomt, er breekt oorlog uit in Nederland, dan gaan we ook allemaal geluk zoeken ergens waar we ons veilig voelen. Ja. Dus ik denk dat wij gewoon in Nederland meer liefde moeten tonen aan mensen die anders zijn. Ja, ik wil je ontzettend bedanken voor je openhartigheid en je mooie verhaal. Ben je ook op latere leeftijd naar Nederland gekomen en heb je daar ervaring over die je met ons wilt delen? Laat het hieronder in de comments even weten. Malika, bedankt voor je komst. En vergeet deze video niet te liken, abonneer je op ons kanaal en dan zie ik je de volgende keer. Ciao!